Dit is Ilfi Nilfi. Ja, ik irriteer me wel, man. Ik vind dat echt vervelend. Ik word echt jaloers ervan. Ik denk bij mezelf: ja, jij zit gewoon voor werk lekker op fucking uh, in Dubai. Fuck jou, weet je wel? Hey, gezellig dat je luistert naar kleine meisjes worden groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Hey Lot, hey dan. Goedemiddag is het inmiddels al bijna weer, denk ja, ik. Ja, het maakt niet uit, want mensen luisteren dit de hele dag door. Ja, of zelfs laat in bed. Soms hebben we echt al uh, luistercijfers in de ochtend. Dat ik denk, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Goedemorgen. Dat, dat zijn al die coole mama's die dan in de auto naar hun werk zitten. Maar het kan niet anders. We hebben dus heel veel uh, 45 plus uh, dames, maar ook mannen. Die naar ons luisteren omdat ze hun kinderen goed willen begrijpen. Ja, dat vind ik zo lief. Jullie, uh, jullie zijn geweldig. Jullie ja. zijn helden. Ja, I love dat it. is echt heel fijn inderdaad. Um, ja. <laughs> What the fuck? Ik ben vandaag <laughs> niet uh, jaloers op je presentatieskills. Wat de hel is dit? Goeie. Nee, ja, ik wilde opeens over mijn Abba-jurk gaan, gaan beginnen. Oh, Je mag maar best over je Abba-jurk ja, praten. Ja, dat weet ik, maar ik kon geen bruggetje vinden. Hoe gaat het? Hier is je bruggetje. Ja, maar het gaat dus wel goed. Oh, want nee, dat is wel fijn. Ik heb een, uh, een week geleden heb ik mijn eerste en mijn laatste gok ik 21 diner ooit gehad. Nee, het was erg voor je. <laughs> Sorry. Je wilde bijna gezegd gecondoleerd. Ja, ik wat? vind het alles zo gedoe. We <laughs> zitten hier ook in zwart. Ja, het was ook een heel gedoe, maar het was wel heel erg leuk. De vriendin in kwestie had het super mooi aangekleed en allemaal mooie borden en glazen gehuurd en een discobal. Het was met een disco thema. Dus ik besloot mijn eigen jurk te maken. Love it. Heel, ik ben er heel blij mee. Ja, ik heb hem gezien op TikTok. kost 186 euro als je er ook eentje wilt. Ah, ik heb op TikTok gereageerd op haar uh, video hoe ze hem aan het maken was. Hoeveel kost je iemand hier? Iemand begreep het Honderds, he? hoeveel? Nee, ik maakte maar grapje. Oh. Ja. Maar iemand begreep het niet. Begreep het niet hè dat je dat zei. Ze reageerde met uh, Lot. Ze heeft hem zelf gemaakt hoor. Die dacht waarschijnlijk dat je het oh. vroeg om te vragen: van hoeveel kost het? Soms in de winkel. krijgen wij reacties op TikTok dat ik echt denk. Ik, hebben jullie de video gezien? Het snappen jullie wat hier gaat? Oh, anyways. Yeah. Waar gaan we het over hebben? We gaan het vandaag hebben over jaloezie. Hmm. We hebben best wel wat DM's gekregen afgelopen tijd. Of we daar een keertje een aflevering over wilden maken. En het leuke is dat je dat in allerlei verschillende vormpjes en jasjes kan gieten. En jouw kennende heb je een lijstje? Tuurlijk heb ik een <laughs> lijstje. Maar ik ga beginnen met stelling, zoals Oeh. altijd. We houden ons wel netjes aan het format vandaag. Een gezonde romantische relatie bevat altijd een beetje jaloezie. Ja, altijd wel een beetje. Maar ik ben wel heel erg tegen jaloezie. Waarom ben je er tegen? Ja, ik ben er niet tegen. Maar ik, um, ik snap dat het er is. En dat is gezond. Maar het moet niet de overhand nemen. En al helemaal niet in mijn relaties. Mm -hmm. Als je het voelt, kunnen we het erover hebben. Mm -hmm. Waarschijnlijk ga ik het ook voelen. En soms moet je gewoon heel even slikken. En doorzetten. Nou jongens, dat was de aflevering. Bedankt voor het luisteren. <laughs> ja. uh, maar alles waar je te voorzet is natuurlijk nooit goed. 100%. Maar ja, ja een beetje jaloezie is heel normaal, I get it. Dat, dat, ja. moet, maar moet ook ruimte zijn voor com uh, communicatie. En het moet gewoon niet de overhand nemen, want jaloezie in relaties pak mij slecht. Ben jij iemand die jaloers is in een relatie of jaloers kan zijn op iets? Mm, ik kan wel jaloers zijn. Uh, ja, ik ben wel minder jaloers dan de meeste mensen. Ik ben ook niet op dit moment monogaam in mijn relaties. Nou, um... dat vind ik dus best wel een interessant ingang, ingangetje, een perspectief. Ja. <laughs> ik ben met mijn klein woordjes weer vandaag. Gaat echt lekker. Um, maar inderdaad, jij bent niet in een monogame uh, relatie. Dus omdat jij een bepaalde mate van flexibiliteit nodig hebt, lijkt me dat je ook misschien wel moet dealen met meer jaloezie. Niet, misschien niet bij jezelf, maar om je heen? Of merk je daar niet zo heel veel van? Ja, ik denk dat je er inderdaad... Het is, ja, het is moeilijker dan in een monogame relatie. Alleen, ik heb er heel erg voor gekozen, want dit past bij mij. En als monogamie bij jou past en je vibe daarmee... vibe daar dan mee. Mm -hmm. Snap wat ik bedoel? Denk je dat... Um... Als jij in een non-monogame relatie zit, dat je dan inderdaad ook iemand moet zijn die gewoon niet echt te maken heeft met jaloezie. Ik denk wel dat je er een beetje goed in moet zijn. Ja. Maar ik denk ook dat je heel sterk in je schoenen moet staan en moet weten wie je zelf bent en wat je waard bent. Hmm. En dat je zoiets hebt van: oké, okay, ja, mijn partner kan iets met iemand anders doen. Badama bad bitch. So je, I'll be fine. Ben je überhaupt zelf jaloers? Heb je absoluut, je absoluut. Waar, 100%. waar ben jij jaloers op? Waar zou je uh, jaloers kunnen zijn? Ja, gewoon. Um, als mijn partner misschien seks heeft met iemand anders kan ik me wel ergens. Maar ik denk dat het echt een andere schaal is dan de meeste mensen. Voor mij voel ik dan gewoon een klein beetje. Een, maar, ja. Waarom niet ik? Ja. En niet per se iets heel heftigs of zo. Maar hoe voel jij je over de stelling? Ik denk dat een klein beetje jaloezie in je romantische relatie wel ja, gezond is en aanwezig mag zijn. Ja. Uh, maar inderdaad, wat jij net ook al heel mooi zei, te, te is altijd. Ja te veel en je ving het al heel mooi op met nou dan moet je er eigenlijk gewoon even over praten want wat is jaloezie dan eigenlijk in de kern vind ik ook wel interessant waar komt het nou vandaan het is altijd eigenlijk een weerspiegeling van je eigen onzekerheden maar, of tekortkomingen ja en ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen ja. dit is ook trouwens waarom ik het niet per se iets zie als iets negatiefs maar misschien is dat weer de speedy zweeft heeft in mij die dit dan aanpakt om dan meer over mezelf te leren Jaloezie zegt gewoon vaak iets over je eigen behoeftes. Heel erg. En als je inderdaad sterk in je schoenen staat, dan... Ik heb niet tot hetzelfde level als sommige van, mijn, van de mensen om mij heen... die best wel onzeker zijn over heel veel aspecten in hun leven. Mm -hmm. Die zijn vaker gewoon net iets jaloerser. Wat zou je doen als jouw beste vriendin jaloers op je is? Bijvoorbeeld op je partner of op je, op je succes in je carrière. En kaart dit niet aan... Maar je merkt het wel. Hoe ga je daarmee om? Ik zeg je want hier hebben we dus best wel wat DM's over gekregen. Ja, ik vind dat heel irritant. Gun het elkaar. Ik als ik door mijn Instagram heen ga en ik zie leeftijdsgenoten die tegen veel toffe dingen doen, ja, ik irriteer me wel man. Ik vind dat Echt vervelend. Ik word echt jaloers ervan. denk bij mezelf... Ja, jij zit gewoon voor werk lekker op fucking uh, in Dubai. Mm -hmm. Fuck jou, weet je wel. Maar dan yeah. ergens denk ik ook bij mezelf... Ja, maar good for you. Yeah. Dat is dan mijn tweede gedachte. En dat is dan meestal de echte gronde gedachte. Uh, maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die dat bij mij hebben. Mm -hmm. Als ze naar mij kijken, denken ze... God, die doet alles wat ze wil in haar leven. Alle dromen waar ze het over had vroeger, die heeft ze allemaal uit laten komen. Yeah. Dus... Je moet gewoon constant wel een beetje je kan het voelen maar reflecteer even op wat je voelt precies wat jij zei. Mm -hmm. Maar zou je het aankaarten als je het merkt bij iemand anders waarmee je close bent? Ja, denk het wel, maar want, ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar jij volgens ja, mij wel. Ja, ik wel. Dat dus ik wil het even ik... van jou horen, want ik heb het nooit echt heel Ik word daar dus altijd een beetje misselijk van om heel eerlijk te zijn, ja. want ik heb ook heel erg die instelling van gun het elkaar gewoon mm -hmm. en iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen pad en iedereen doet dingen op zijn eigen manier. En ik krijg ook altijd... We heb hebben het al een keer eerder over gehad, hè. Maar um, toen jij die vliegende start had met je YouTube-carrière... en wij allebei eigenlijk tegelijkertijd ook begonnen waren... en allebei video's maakten... Ik kreeg echt gewoon een beetje brutale DM's van mensen... die gewoon zeiden... Yo, ben jij niet heel erg jaloers op Lot? Op haar succes en op haar groei? En ik had zoiets van... Nee? N nee. Maar waar komt deze rare vraag vandaan? En ik denk... Ook gewoon omdat wij gewoon goede vriendinnen waren. En ik vond het juist leuk. En ik gunde het jou heel erg. Ja. En ik denk dat veel mensen ook niet helemaal door hadden... dat wij heel ander soort content aan het maken waren. En, en totaal anders. Andere ambities hadden ja. en zo. En ik ging op een gegeven moment Engelstalig. En, nou, het was allemaal heel verschillend. Dus dat, 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 dat was helemaal geen ding voor mij. Maar ik heb het wel vaak andersom ook gemerkt. Dat ik wel met mensen omging die dan wel... ja toch wel jaloers waren op bepaalde dingen in mijn leven. En... Ik weet niet waar ik dat dan aan te danken heb. Of waar ik dat dan op af moet schuiven. Misschien omdat ik gewoon ambitieus ben en gewoon peper in mijn reet heb. Ik. Um, dit is eigenlijk hetgeen wat we altijd zeggen. Mij gewoon niet bellen. <laughs> Mij gewoon als niet ik, bellen. Ik, als ik een, een vriendschap heb met jou. En stel je voor, ik kan me heel goed begrijpen dat stel je voor, jij gaat. krijgt nu een. Iets wat ik ook heel graag wil, qua carrière-wise. Ja, ik denk bij mezelf, yes, you go girl, I'm so proud of you. Mm -hmm. Maar tuurlijk is er dan ergens die klein gevoeltje in mijn buik... Ja. waarvan ik denk, nou, mm, ik had het ook gewild, weet je wel. Maar ja. uh, dat zeg ik, like, slik het door. Slik ik, het sli door. Slik het door. Maar ik denk ook gewoon dat als je net bij jezelf uh, merkt dat je jaloers bent... zit er dan ook gewoon even mee. Zit gewoon ja. even met dat gevoel en ga gewoon even nadenken... waar komt het nou vandaan? Wat is de kern hiervan? Hoe wil ik hiermee omgaan? En vooral, wil ik dit zeg maar een factor laten zijn in mijn vriendschap met bijvoorbeeld die andere persoon? Wil ik, wil ik dit de boventoon laten voeren? Ja. En ik vind dat, dat wat daaruit komt altijd eigenlijk getuigt van twee dingen. Hoe volwassen je zelf bent mm -hmm. en hoe goed de relatie is met die andere persoon. Ja. Of wat voor soort relatie Absoluut. het is. Uh, we hebben dus bijvoorbeeld een poos geleden ook een DM gekregen. En die heb ik even uit de krochten van onze Instagram. Uh, als je ons daar wil volgen trouwens. Leuk brugje. At grotemeisjes. De podcast, ook op TikTok. Uh, maar die heb ik even omhoog gevist uit de krochten van onze DM's. En ik heb hem wel even vormgegeven in mijn eigen woorden. om hem even kort en bondig te houden. Maar ik ga hem voorlezen. En dan gaan wij even reflecteren op wat deze persoon heeft gezegd. Het een, een luisteraarsvraag. Ja, precies. Oh, een luisteraarsvraag. Komt-ie. Mijn vriendje heeft een groot en druk sociaal leven. Hij is veel weg. En ik vind het belangrijk dat hij gewoon zijn ding kan doen, ook zonder mij. Maar mijn vriendje heeft wel heel veel vrouwelijke vriendinnen... waar hij dus automatisch ook veel tijd mee spendeert. En dat wekt bij mij soms wel wat jaloerse gevoelens op. Hoe moet ik hiermee omgaan? Ja, ik, weet, oh, ik weet wat ik net wou zeggen en was vergeten. Dan en, dit heeft dat? Hier, en dat heeft hierop te maken. Oh, wat fijn. Als je jaloers bent op iets van iemand... of als je jaloers bent dat je merkt... hé, hey, mijn vriend uh, heeft een supergezellig leven... en superveel vriendinnen... en dan kan je thuis gaan zitten en... Verdrietig gaan zijn over het feit van oh, nu ga ik mezelf zitten opvreten. Of je romantiseert je eigen leven. Ga ook wat leuks doen. Ga ja. niet thuis zitten nadenken mm. over wat hij misschien kan doen. Ja. Ga ook lekker vrienden maken. Ja. Ga ook lekker een nieuwe vriendengroep. Als jij op. Ik, wat ik zo erg merk, bijvoorbeeld als. Uh, en dat even terugkomt op alles hiervoor. Als mensen zeggen, bijvoorbeeld tegen jou, oh, ik ben jaloers op wat je nu hebt met de podcast of zo. Zou je voor iemand mm -hmm. zeggen tegen jou? En ze gaan alleen maar bij de sick zitten. van oh ja, maar jij dit, jij dat, jij zus, jij zo. Zoveel mensen hebben tegen mij gezegd: oh jij, jij hebt al je dromen uit laten komen. Because I work. Ja, maar dat was ook mijn punt. Mensen Ambitie. zijn jaloers, ja. maar werken er niet aan. Ja. Wat ga je doen? Ga, ja. Doe het dan. Ja. Doe het. Mm -hmm. Want iedereen kan het. En dat is hetzelfde met dit. Kijk. Ik kan je vertellen van. Oh, het gaat over vertrouwen. Of het gaat over um, je goed voelen over jezelf. Want dat is het ook in de basis. Mm -hmm. Maar als jouw vent een superleuk sociaal leven heeft. En leuke dingen aan het doen is. Romantiseer je je eigen leven dan ook gewoon even. Ik kan me trouwens voorstellen, en dat staat er natuurlijk niet bij. Maar daar moest ik aan denken. Dat misschien deze persoon wel. Hiervoor in een relatie heeft gezeten, waarbij er wat dingen zijn misgegaan. Of dat vertrouwen is geschaad. En dat kan zich natuurlijk uiten in je nieuwe relatie. Op deze manier. En dat je daarom met die jaloerse gevoelens rondloopt. Omdat je bang bent dat er misschien wat dingen gebeuren die je eigenlijk ja, liever ja. niet ziet gebeuren. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja. Maar hoe dan ook, denk ik dat je erover moet praten. Hompens de, de, op elke vraag die wij ooit zouden krijgen, <laughs> is dat, dat antwoord over communicatie. communicatie. Dat is gewoon onze headline communicatie. Maar heb jij dat heel erg? Dat als je... Jij hebt een, uh, een relatie gehad waar dingen waar een mm -hmm. vertrouwen op bepaalde manier is geschaad. Ja. Yeah. Heb jij als je nu een relatie ingaat dat je het lastig vindt? Uh, nee. Want uh, tenminste... Whoo. Ik zeg al heel, heel snel, zei ik nee. Dat ligt er, denk ik, aan. Want ik heb die ervaring natuurlijk nog niet gehad. Dus kan ik dat volmondig zeggen? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb er wel aan gewerkt. Ik ben me er heel erg van bewust dat dat gevoelens zijn die ik heb gehad. En die ik eventueel mee zou kunnen nemen, inderdaad. In een, in een nieuwe relatie. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een paar maanden vorig jaar met een jongen gedate. Die ook een heel, ja, dat lijkt hier een beetje op. Die had ook een groot sociaal leven. En die woonde ook best aan het eind van mij vandaan. Maar ik heb geen nacht wakker gelegen met het idee van. Nou, misschien ontmoet hij wel iemand anders. Weet je, dat kan ook gebeuren in de supermarkt. Ja. Dus dan ga je dingen in je hoofd halen. Je maakt je eigenlijk zorgen om niks. Dat is het. Want als ja. ik ook als ik naar mijn ex kijk. Uh, een aantal daarvan waren echt best wel toxisch. En best wel hmm. hebben heel erg mijn vertrouwen op verschillende aspecten uh, kapot gemaakt. Uh, maar ik neem dat eigenlijk. Ik, ik, neem een, ja, ik heb er dit trauma aan overgehouden. Ja. Maar ik. Het vertrouwen in een nieuw persoon is toch ik, anders? Maar ik ga niet, ik ga niet al een, een. Ik weet dat het gevoel er kan zitten van. Oh, ik vertrouw je niet of ik heb jaloezie, maar ik ga het niet voeden. Nee, ik, ik, voel, ik voel dat het er is, ja. maar ik ga het niet voeden, ja. want ik ga niet. De, de dingen die iemand anders fout heeft gedaan bij mij. Precies, op iemand anders. Op iemand iemand anders ja. het, maar ook, het heeft geen zin. Het ja. heeft geen zin ja. om te blijven hangen in die shit. Ja. Het heeft gewoon geen zin. Ja, ja wat als hij je pijn gaat doen, dan heb je drie hele leuke maanden gehad. Ja. Krijg inderdaad die nieuwe persoon dan ook de voordeel van de twijfel. Ja, en als het fout gaat, gaat het toch lekker fout? Ja. En ik denk ook altijd met jaloezie, bedenk ook even hoe rationeel het daadwerkelijk is. Ja. Is denk ik ook wel belangrijk. Nog één klein dingetje voordat we zo de aflevering gaan afsluiten. Ik heb nog één vraag en die wil ik toch even uh, nog kort over hebben. Als we het hebben over jaloezie bij bijvoorbeeld je vriendinnen of bij je partner. In mijn hoofd staat dat heel erg op gelijke voet met elkaar. Je, je zit soort van op dezelfde lijn, op dezelfde mm -hmm. level. Maar wat nou als je een ouder hebt die jaloe jaloers is op wat jij doet of bereikt? Hoe oh. ga je daarmee om? Ouders? Ja, een ouder, dus een moeder of een vader of allebei. Of verzorger, wat dan ook. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, maar ga je daar dan ook mee in gesprek? Want persoonlijk denk ik van je bent als ouder letterlijk de persoon die er eigenlijk soort van boven zou moeten staan en misschien gewoon trots zou moeten zijn op je kind. Het, maar... het geeft me gewoon meteen uh, slechte stiefmoeder vibes van Disney. <laughs> ik, gewoon, ik heb het idee dat als je als ouder echt heel naar jaloers bent op je kind, ja, dan ik vind ik een beetje narcistisch misschien. Ja, maar dan heb dan, ik denk serieus dat je het gesprek niet eens meer moet aangaan. Ja, maar dan ik, moet je echt je ja. afstand gaan nemen. Sorry, ja, ja. dat vind ik heel erg om te zeggen. Maar... Nee, maar dat snap ik. Maar dat zou, de, zou je misschien op een gegeven moment doen als je een bepaalde leeftijd hebt. en een bepaald leven ja. van jezelf op opgebouwd. Maar wat nou als je 14 bent en je moeder is jaloers op jou. weet ik veel, goede cijfers of zo. I don't know. Of dat je mooier bent dan haar Dat uh, je mooier, ben dat haar, of je mooier bent of dat je oh. naar de universiteit kan of zo, weet je wel. Ja, jij, jij, hebt, jij hebt hogere opleiding ja, gedaan precies. dan ik. Oh. Hoe ga je daarmee om? Dat is toch vervelend ja, en dat nee, gebeurt dit... veel hoor, dat ja. gebeurt echt veel. Ja, maar dat is echt zo'n heftige red flag. Dat kan oh, echt niet. Oh, my lord, doe normaal. Ja, maar ja, je, ga, je vriendin kan je nog soort van tegenover je aan tafel zetten, denk ik. En gewoon het aankaarten. En als dat over is, ja, dan is het over. <laughs> ja, ja kan, maar kan. je moeder, maar vader... Maar je moeder of vader is weer gelijk een heel ander verhaal. En ga jij die dan als 14-jarige tegenover je zetten aan de keukentafel en zeggen: Nou, man uh, ik merk dat je jaloers op mij bent. Nee, dat kan niet. Nee, dat, dat kan niet, niet. Dat gaat niet. Dat kan je misschien doen als je inderdaad 25 bent. Dan moet je denk ik gewoon iemand vinden waarmee je lekker kan bashen daarover. Ja, en het een soort van, van je af laten glijden of zo. Ja, ja. ja, dat je het bij iemand in ieder geval kwijt kan. Wat een gezeik. ga nou, psycholoog. Psycholoog? Therapie. Therapie. Ja, ja je, weet maar, je weet maar niet. Het is altijd slim. Lot? Ik vond een goede aflevering. Ik vond hem gezellig. Een beetje chaotisch. Een beetje maar, chaotisch. Ach, hè. Dat zijn wij toch? Dat zijn wij. Jongens, vond je dit nou een leuke aflevering? Je kan ons ook checken op YouTube. Uh, je kan ons ook checken op Instagram en TikTok. Dat is het, Grotemeisjes .de podcast. En wij zien jullie volgende week. Yes! Heel erg bedankt voor het luisteren. Doei! Doeg!